Ik had een allerbeste vriend, genaamd Michael van Dijk. Hij speelde in een show en hij was de dirigent, de muzikaal leider daarvan. En wij zijn eigenlijk in een hele korte tijd super goede vrienden geworden. Uiteindelijk was het zo van, hey, ik denk dat wij samen musicals moeten gaan schrijven. En dat was het moment waarin ik ben begonnen aan Sterrenstof. Toen was ik 19. We hebben samen zo ongelooflijk veel projecten met elkaar gedaan. Wij hebben iets van 30 shows gezien in 1,5 jaar. Dat was echt niet normaal hoeveel wij met elkaar gedaan hebben. Maar ik kreeg een telefoontje in januari van 2018 dat hij was overleden. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Zijn favoriete musical was Dear Evan Hansen. En Dear Evan Hansen gaat ook over depressie, anxiety, suicidaliteit. Het is een musical die hem heel erg had geraakt. En toen hij overleed, ben ik er natuurlijk met hele andere ogen naar gaan kijken. We hebben die musical toen vertaald, gewoon omdat we dat leuk vonden. Maar iemand van Fontis vroeg toen of zij dat stuk mochten spelen. En toen werd ons stuk gespeeld in zo'n theater, maar helaas was Michael er toen niet meer. Toen dacht ik, ja, zo gaaf dat dit hier nu staat, maar niemand kan echt iets terugluisteren of zo. Michael en ik waren echt al bezig met welke Tonys gaan we winnen. Ik dacht echt dat we de volgende Oscar en Hammerstein zouden zijn, de volgende Pacek en Paul. Ik twijfelde er geen moment aan. En toen hij er niet meer was, dacht ik, oké, ik moet wel dingen blijven maken. En onze droom was dat we een original gastalbum zouden hebben van onze eigen show. Toen dacht ik, oké, dat gaat hem niet lukken, maar ik kan wel Dear Evan Hansen muziek maken. Ik had geen idee hoe. Ik heb heel erg geluk dat ik echt fantastische mensen om me heen heb. Bos Veldman, die is producer, dus daar kwam ik op zich best wel snel terecht. Rijn van der Heijden is niet alleen een fantastisch persoon, maar ook echt een geweldige zanger. En die vond het alleen maar een eer om Evan te zijn. En toen ik een oproep deed van, hey, ik wil een Dear Evan Hansen gastalbum opnemen, toen waren er zoveel reacties. Ongelooflijk goede mensen die er echt met passie in gegaan zijn. Het is een van de gaafste ervaringen die ik ooit heb gehad. In zo'n studio zitten met zulke goede zangers. Keuzes die ik heb kunnen maken om het echt van ons te maken. Maar ik vind het wel heftig, de aanleiding. Dat is het ook. Is het dan ook een album waar je hem in meeneemt? Michael en ik zaten altijd heel erg op één lijn met wie vinden we goede performers? Wat vinden we goede performances? We waren zo kritisch en we wilden altijd echt het beste bereiken wat we konden. Dus ja, ik neem hem zeker mee in het album. En de musical gaat ook over dingen waar hij mee struggelde. Dus voor mij staat het echt wel naast elkaar. Ik had dit album nooit gedaan als het niet was voor Michael.